In deze video ga ik het met je hebben over familieopstellingen. En misschien ben je wel bekend met het concept, heb je wellicht al wat opstellingen gedaan, of misschien heb je er nog nooit van gehoord en denk je, Isabelle, wat is dit? In beide gevallen, blijf vooral kijken tot het einde van deze video. Ik ga namelijk ook delen welke inzichten ik heb gekregen naar aanleiding van het doen van verschillende opstellingen. Nou, allereerst wil ik met je ingaan op, wat is nou een familieopstelling? En bij een familieopstelling ga je kijken naar je familie, dus waar je vandaan komt. Ik zie vaak dat mensen bepaalde doelen willen bereiken of tegen bepaalde dingen aan blijven lopen daarin. En dan kan je het wel op wilskracht doen, dan kan je het nog harder gaan willen, maar ik zie vaak dat het dan niet lukt. En dan is het zaak om te gaan kijken van waar kan het vandaan komen. En vaak komt dat terug vanuit je familie. En met je opvoeding, je ervaringen bepalen voor 40% de mate van je succes. De andere 40% zit in jouw genenpakketje en 10% is weer toeval. Dus dat hele stuk van 40% ervaringen vanuit je jeugd wil je niet ontkennen. En daarnaast kan het ook zo zijn, en we kunnen nog niet helemaal begrijpen waar dit vandaan komt, maar dat je dingen bij je draagt die vanuit je systeem komen die je niet per se hebt meegemaakt. Dat is je programmering, jouw blauwdruk. Dus het is belangrijk om te weten als je doelen wil bereiken, hoe werkt aan de ene kant natuurlijk de wereld, maar hoe werk jij? En hoe jij werkt, daar kom je achter door dus naar je familie te kijken. En bij familieopstelling ga je mensen vanuit je familie opstellen. Dat kunnen bijvoorbeeld je broers en zussen zijn. Dat kunnen je ouders zijn, maar dat kunnen ook je grootouders zijn. Maar ook kunnen andere dingen in de familieopstelling aan bod komen, zoals je bedrijf. Of je kleinere ik, de kleinere versie van jezelf. Of ik heb ook dingen opgesteld zien worden zoals het gevoel. Of soms worden ook dingen opgesteld waar niet per se een naam aan worden gegeven. Maar dan heb je gewoon het gevoel dat er nog iets bij moet. Dat wordt erbij gezet en dat kunnen we rationeel allemaal verklaren. Moet je niet willen, maar dat wordt er dan ook nog eens bij opgesteld. Mocht het wat vaag voor je klinken, ga het gewoon zelf ervaren, dan ga je het ook meemaken. Maar de basis is een familieopstelling een manier om voor jou zichtbaar te maken wat er speelt in jouw onderbewuste. Wat zijn redenen om een familieopstelling te gaan doen voor jezelf? Nou, daar kun je verschillende redenen voor hebben. Bij mij was dat omdat het me riep. En ik werd ervoor uitgenodigd door een collega-ondernemer die dit soort opstellingen deed. Bij mij was er niet echt een concrete vraag waardoor ik dacht, hey, ik ga familieopstellingen doen. Maar wat ik ook wel zag bij de opstellingen is dat er mensen komen die steeds tegen hetzelfde thema aanlopen. En dat dat een heel groot thema is. Dus bijvoorbeeld toen ik nog in de eetstoorniskliniek zat, werd er ook wel met familieopstellingen gewerkt om te gaan kijken van, hey, waar komt dat dan bijvoorbeeld vandaan? Of als jij een aantal keren failliet bent gegaan als ondernemer, dan zit dat vaak ook als thema in je familie. Dus dan kan het helpen om zichtbaar te maken wat er onzichtbaar is. Er zijn verschillende vormen van familieopstellingen. De ervaringen die ik zelf heb zijn onder andere met representanten. Dus dan zit je met een aantal mensen in een cirkel, in een groep. Aan het hoofd van de cirkel, of eigenlijk aan de voorkant, zit degene die de opstellingen leidt. En daarnaast is een lege stoel. En op het moment dat jij inbreng hebt, op het moment dat jij een opstelling wil, ga je zitten op die stoel en doe je je eigen verhaal. En de leider die bepaalt hoe de opstelling gaat zijn. En dat klinkt heel erg vanuit het hoofd, maar heel intuïtief. Luistert ze misschien naar je hele verhaal of onderbreekt ze je al eerder dat ze zegt, oké, ik weet genoeg, we gaan de opstelling doen. En voelt ze aan of hij aan wie er opgesteld gaan worden. De ervaring die ik ook heb is dat je aan de ene kant zelf meteen in de opstelling kan gaan, maar meestal zie ik dat eerst iemand anders voor jou wordt opgesteld, dat dan de plaats wordt ingenomen en jij later je eigen plaats kan innemen, omdat je anders vanuit ego gaat bepalen waar jij zou willen staan. Je zou natuurlijk met representanten zelf ze een plekje kunnen geven, zoals jij het ziet. Dat soort opstellingen heb ik ook gedaan. Maar nog waardevoller is eigenlijk dat de representanten zelf gaan voelen waar ze moeten staan. En dan krijg je niet wat je wil, maar dan krijg je waarschijnlijk wat je nodig hebt. Nou, naast het werken met representanten, met mensen, zou je het ook natuurlijk met briefjes kunnen doen. Dan heb je geen personen nodig. En dan schrijf je de naam op een briefje en die kan of jij zelf een plekje geven, of je kan degene die jou begeleidt, die een plekje laten geven aan de hand van het verhaal. Of diegene kan even in die energie gaan staan. Ik doe dat zelf ook wel eens met klanten. Dan ga ik op dat briefje staan en dan voel ik even hoe dat voelt en welke dingen er in me opkomen om te zeggen. Het grote voordeel vind ik dus van het werken met representanten, dat die ook dingen tegen jou kunnen zeggen. Dus die kunnen bepaalde woorden geven. En die komen wat harder binnen of wat dieper binnen dan dat je bijvoorbeeld alleen maar met briefjes werkt of met poppetjes. En met poppetjes zou je het ook kunnen doen. Een andere manier, wat ook heel gaaf is om te doen, waar ik zelf nog geen ervaring mee heb, maar dat ga ik wel doen, is opstellingen met dieren doen. Dus bijvoorbeeld met honden of met paarden wordt nu ook gewerkt. Die kunnen natuurlijk niet tegen jou praten, maar die zitten wel veel dichter bij hun gevoel. Die hebben dat ego wat minder dan mensen, dus die kunnen veel intuïtiever een bepaalde plek innemen.
Dan zou je misschien denken van, maar die dieren die kunnen toch niet luisteren naar mijn verhaal? Nee, je hoeft je verhaal dus ook niet te doen voor de dieren, maar die spiegelen dus weer jouw energie. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende manieren waarop jij een opstelling kan doen. De grote inzichten die ik uit het doen van familieopstellingen heb gehaald, die ga ik met je delen. En het zijn niet alleen maar inzichten uit mijn eigen opstelling. Ik heb ook heel erg veel geleerd door te kijken naar opstellingen van anderen of door zelf representant te zijn. En een aantal zinnen die resoneerden heel erg bij mij. Een van de zinnen die voor mij heel erg resoneerde was dat je niet moet dragen wat niet van jou is. Dus ik zie bij anderen en ook bij mezelf dat we soms dingen, lasten van anderen gaan dragen die niet bij ons horen. Denk aan ziektes van anderen die we gaan proberen te dragen om zo de pijn te verlichten. Of schuldgevoel wat we gaan dragen. Of emoties van anderen die we gaan dragen waardoor we onze eigen emoties niet gaan uitspreken omdat we ons schuldig voelen naar de ander. Een ander groot inzicht wat ik had was dat heel vaak ouders niet op de goede plek staan. En dat is vooral in de beleving dan van degene die de opstelling heeft. Dus energetisch gezien zou de moeder links moeten staan, of de vrouw links en de man rechts. En waarom? Dan zit de vrouw aan de hartkant van de man. Want de vrouw die zorgt voor de binnenkant, systemisch gezien, en de man die zorgt voor de buitenkant, voor de bescherming. Net zoals wanneer je samen in bed slaapt, dan slaapt de man het dichtst bij de deur en dus ook aan de rechterkant en de vrouw aan de linkerkant. Maar wat zie ik vaak bij opstellingen? Dat dat omgekeerd is. Dus dat de man op de plek van de vrouw staat en de vrouw andersom. En omdat er dus gerommel is in het systeem, zorgt dat er ook voor dat jij je onrustig voelt. Dan hoef je ouders niet letterlijk omgekeerd te staan, maar jij wil in de opstelling of in je hoofd je ouders even weer op de goede plek zetten. En dan zul je zien dat het leven ook meer voor je gaat stromen. Het laatste inzicht wat ik heb gekregen is dat je op basis van familieopstellingen meer kan gaan luisteren naar je gevoel. En als ondernemer kan gaan handelen op basis van je gevoel. Dus ik heb één keer een opstelling letterlijk gehad dat een ondernemer 2 keuzes had. Of eigenlijk 3 keuzes. Ja, nee of hè, misschien een andere optie die ik nu nog niet zie. Dat werd opgesteld zonder dat de representanten zelfs wisten of ze een ja of een nee waren. En vanuit daar werd een keuze gemaakt, dus echt op basis van gevoel. Of een andere ondernemer die 3 opties had en wel vertelde welke opties het waren. En vanuit die opstelling koos voor wat hij het allerliefste wilde. Terwijl zijn hoofd waarschijnlijk iets anders had bepaald. Dus daar kan ook een opstelling bij helpen om vanuit die intuïtie een keuze te maken. En ook al denk je misschien, ja, maar met mijn hoofd maak ik de allerbeste keuzes. Jouw hoofd weet maar 5% van alle informatie. En jouw onderbewuste, jouw intuïtie, weet 95%. Dus ook al denken we dat je met dat hoofd betere keuzes maakt, vaak op basis van gevoel, maak je geniale keuzes en ga je echt presteren op de toppen van je kunnen. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaring met familieopstellingen. Heb je dat wel eens gedaan en in welke vorm? Laat het me weten in de comments en ik zie je weer bij een volgende video.